Het is een huisje, zoals je ziet. Gelegen aan het Lonnekermeer. Dat ontstaan is door de aanleg van de spoorlijn die hier vlakbij ligt. En ik vervolg mijn weg richting de Duitse grens. Ja, beste, vandaag ga ik niet zo ver van huis af. En om precies te zijn, start ik vanaf huis. En we gaan richting de Duitse grens. Ik heb hier als kind ontzettend vaak gefietst. Eigenlijk mijn hele leven lang al. Het eerste wat ik vanmorgen deed, dat was verkeerd fietsen, zou je net zien. En het regent ook nog een beetje. En ik reed zo net bijna de sloot in. Maar dat allemaal tezijde, we gaan er even een leuke dag van maken. Als de omstandigheden mee zitten. Dus what can I say more? Ik ben hier bij de voormalige vliegbasis. Voormalig vliegveld. Ik weet niet of er nog gevlogen wordt. Volgens mij niet, maar ik weet het niet zeker. In ieder geval geen militaire vliegtuigen meer, zoals straaljagers. Die vroeger bij mij als kind over de kop heen vlogen. En ik vond het natuurlijk fantastisch. Jammer genoeg is dat dus niet meer. Misschien ook beter voor het milieu, maar... Supermooi gedaan dit, als monument. Dit is nog een van de wachthuisjes, waar de boel goed in de gaten werd gehouden. En het grappige is, je kunt er ook in. Dat is niet zo heel bijzonder om daarin te staan, maar heb je een beetje het idee hoe het eruit zag. Ik denk dat die pallet er vroeger niet lag, maar dat weet ik ook niet zeker. En daar stond hij dan met je pistooltje te kijken of de vijand niet in de buurt was. Uitkijktoren, en dan gaan we maar eens eventjes in. Super mooi uitzicht hier. Ik moet niet over de rand in kijken, want ik heb eigenlijk hoogtevrees. Maar dat ga ik toch lekker wel doen. Dat is echt niet cool voor mij. Kijken waar mijn fiets is. Dus heb je een beetje het idee van hoe hoog het is. En volgens de supergezellige serveerster die ik net sprak, is het vliegveld niet meer in gebruik als zodanig. Best wel bijzonder dit, mensen. Ik ken hem niet, of haar. Misschien Maria die te lang in de zon heeft gelegen. Maar ik kom hetzelfde tegen, of ik heb het eigenlijk nog nooit gezien, een bruine heilige. Oké, beste mensen, we zijn hier bij de kleinste kunstgalerie ter wereld waarschijnlijk. In ieder geval in Nederland. Gezeteld in een voormalig urinoir, dat is het mooie ervan. Ik vind het echt leuk. En dit is het werk van een Poolse kunstenares.
zie het zo niet zitten, dat kunst. Ik vind het wel mooi, maar waarom dit nou kunst heet? Ach ja. Een appelgebak en een supergezellige sfeerste en een broodje gezond. Er zitten heel veel vol mensen. Het enige wat er nog in kan, bij in kan, is een beetje bier. Helaas, het is niet anders. Luister dan mensen. Gratis optreden. Mensen, daar zitten we dan. En ook hier in Duitsland hebben we de meisjes van de nacht. We hebben Gladenbrug alweer een tijdje achter ons gelaten en ik ben nu op weg naar Usselo. En in Usselo zijn veel mensen hun laatste reis begonnen. Met als eindbestemming de hel of de hemel of God knows what. Vaak komt het er nog voor mensen dat je over zo'n mooie brug in fietst. Ik weet zo niet hoe die dingen ook alweer noemen, maar vlotter of zo, ik weet niet. Nog steeds op weg naar Usselo. Where the fuck is Usselo, man? Ik krijg een droge mond. Tja, zullen we het verzeggen? Let op mensen, als je hier woont, dan heb je toch een mooi tuintje. Boekelo, vooral bekend om zijn zoutborgen en het stoomtreintje. Dat is hier, dat is een stationnetje.